Omstreeks 1830 zetten Engelsen als eersten een stoommachine op wielen en op rails. Het was het begin van de opkomst van de spoorwegen. De stoomtrein is voor wat Nederland betreft verleden tijd geworden. Maar dat de belangstelling ervoor niet verdwenen is, bleek in Drunen, waar de Smalspoorstichting en het Spoorwegmuseum duizenden plezierige uren bezorgden door er weer stoomtreinen te laten rijden. Het Autotron had ook een aantal stoomauto's bijeengebracht voor een heuse wedstrijd. Daaronder maar liefst vier die in Amerika kort na de eeuwwisseling door de tweelingbroers Stanley gebouwd werden. Auto's die ook toen al op super liepen. Op 60 liter water namelijk. Pas na 80 kilometer moest er dan weer getankt worden. Voor de verhitting van de stoomketel wordt nu wasbenzine gebruikt. Vroeger was dat veelal kooks. Van de Stanley steamers, zoals ze werden genoemd, werden er na 1900 elk jaar meer dan 1000 gebouwd. Met als enige handicap dat ze soms wel een half uur nodig hadden om voldoende stoom te produceren. Dit is een Franse Serpollet uit 1902. De stoomwagens die in Amerika nog tot 1935 geproduceerd werden, gaven met hun tweecilinder stoommachine evenveel energie op de krukas als nu een achtcilinder benzinemotor. En ze waren oersterk. Alleen hadden sommige mensen wel bezwaar tegen de stoomketel onder de zitting, waarin een druk van 20 tot 40 atmosfeer heerste. Ten slotte hebben ze het moeten afleggen tegen de benzinemotor en de service van de oliemaatschappijen met hun pompstations overal langs de wegen.